Vind je het leuk? Nou, dat hoor ik graag. Ja, ik heb hem. 1, 2, 3, 4 en 5. Hey. Hartstikke goed. Wat doen jullie hier anders dan bij volwassenen? Nou, wat we hier anders doen is het feit dat we hier echt wat meer tijd nemen voor de kinderen. Zorgen dat ze zich op zijn gemak voelen. En vervolgens neemt de tester het over en die legt gewoon heel rustig uit wat er aan de hand is, wat we gaan doen. En op die manier voelen kinderen zich wat meer op gemak en eigenlijk lukt het dan altijd wel om de testen af te nemen. Het gekriebel in je neus, dat voelt een beetje hetzelfde als dat je water in je neus hebt met zwemmen. Oké? 4 en 5. Oeh! Hey. Hartstikke goed gedaan, hé. Ja, hoe was dat, zo'n stokje in je neus? Graaf. Vond je het niet erg? Nee. Nee? Kriebelde wel een beetje. Ik kreeg ook heel erg kraanogen. En kriebelen in je neus? Ja. En in je keel? Ja. Maar het zit erop. Maar ik dacht echt dat ik veel verder ging. Dus het viel eigenlijk wel mee? Ja. Ik zie die lach op het gezicht. Kijk eens. Wat zeg je dan? Dank je wel. Alsjeblieft. Wil je ook mee? Ja, je bent die hele test alweer vergeten, joh. Was het leuk, de test, Jonne? Ja. Ja? Ik vond het helemaal niet spannend. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.